Brussels Jazz Orchestra. De man hier naast mij viert een verjaardagsfeest op de clubstage. Niet alleen, maar samen met heel veel kompanen van het BJO. Dit is Frank Fagané van het Brussels Jazz Orchestra. En zij vieren vandaag hun 25e verjaardag op de clubstage van Jazz Middelheim. Ja, dat is inderdaad. 25 jaar geleden in een obscure club, hè, de Sounds in Brussel, is het begonnen. En nooit geweten dat we dan zoveel jaren later hier dan op de clubstage in Jazz Middelheim die verjaardag kunnen vieren. Ja. Het is mooi om te zien ook dat die clubstage hier vandaag zo'n totaal andere sfeer heeft eigenlijk. Het was een beetje gewijde stilte en ook mensen zijn ongelooflijk gedisciplineerd en heel geconcentreerd aan het luisteren. Geen enkel stoeltje dat niet bezet was. Ja, ik heb het gevoel dat de mensen er ook zelf voor kozen om ook op te komen naar de clubstage, omdat ze het ook zelf wilden. Het stond in hun plannen. Ik heb het gevoel dat ze zeggen van oké, we gaan naar bijvoorbeeld Philippe Catherine, maar we willen ook zeker de volgende set van BJO meenemen. Ik heb het gevoel, en je voelt dat aan de concentratie van het publiek, het is, iedereen blijft geconcentreerd luisteren. Je hebt dat nogal eens een keer in grotere festivals, dat mensen op tijd weglopen omdat ze een mooi zitje willen hebben in een andere zaal. Maar ik vind dat dat hier enorm meevalt. Ik vind nu daarnet met de laatste set, het laatste stuk van Kaneelvingers, waar de mensen bleven gewoon zitten. Ook zelfs na de even bekomen, waren mensen die de zakdoek boven hielden. All right. Ja. Wat denk je dan? Mission accomplished. Ja, mission accomplished. En toch wel leuk dat je dan mensen kunt pakken met de muziek die wij brengen, ja. Mensen hebben ook de kans om jullie hier eigenlijk in verschillende gedaanten aan het werk te zien vandaag. En wat doen jullie precies? Wel, we hadden het plan om vandaag niet zozeer terug te kijken op wat we 25 jaar lang hebben gedaan. Maar gewoon een bloemlezing te geven van waar het BJO nu mee bezig is. En het feit dat Kaneelvingers bijvoorbeeld, dat is een gloednieuw programma. We Have a Dream met Tutu Pwane, dat nu loopt, omdat de cd dit jaar is voorgesteld. En dan We Orchestrate Words, ook een compleet nieuw programma. Ja, laten weten aan de mensen van kijk, we rusten niet, hoe zeg je dat, we laten het er niet bij. We blijven gewoon doorgaan met het orkest, zolang het kan, zolang iedereen er zin in heeft, zolang iedereen nog de energie heeft en de goesting om te blijven gaan voor het orkest, blijven we gewoon gaan. We hebben al een programma gezien waarin aan bod komt hoe muziek en woord kunnen samengaan. Hè? Kaneelvingers, het eerste set waren stukken uit eerdere opnames van jullie. Waar gaan we zo meteen naar luisteren? Zo meteen doen we een selectie uit onze cd We Have a Dream met Tutu Pwane. En ja, we moeten een beetje kiezen welke stukken we gaan doen, maar ik denk dat we een mooie set hebben samengesteld. Het is een programma over mensenrechten, hè? Ja, het zijn allemaal songs die we gekozen hebben op basis van mensenrechten. We Have a Dream, ja, iedereen, het is 2018, 50 jaar geleden dat Martin Luther King vermoord werd. Iedereen kent zijn fameuze speech I Have a Dream. We hebben het meer opengetrokken naar We Have a Dream, omdat we niet alleen burgerrechten willen aankaarten, maar alle soorten mensenrechten. En die songs die ik kies, die hebben we gekozen uit het grote repertoire in de popmuziek en de rockmuziek. En daar zelf iets mee gedaan, een arrangement mee gemaakt, anders aangepakt, door elkaar geroerd. Enfin, wat een jazzmuzikant moet doen. Hè. Frank, als je nu terugkijkt, hè, die 25 jaar, wat is... Je bent artistiek leider ook. Wat is nu het allermooiste aan spelen met BJO en de boel nog een beetje in goede banen leiden ook? Ja, het allermooiste is sowieso het spelen op podium. Dat is ontegensprekelijk de reden waarom dat we bestaan, waarom dat we allemaal er nog zijn om in dat orkest, omdat we allemaal graag willen samenspelen. We zijn op zoek naar die moment dat het begint te sprankelen, dat er een blend is, dat er energie is, dat iedereen zich amuseert. We hadden hier gisteravond Hypnotic Brass Ensemble op podium, op het grote podium. Jullie zijn ook een band of brothers eigenlijk, denk ik dan. Klopt dat? Ja, ik denk wel dat je dat mag stellen zo. Ja, iedereen, het is een hele relaxe sfeer. Iedereen is super professioneel wanneer het moet. Iedereen is heel... voelt zich verantwoordelijk voor wat hij doet in het orkest, maar daarbuiten en tegelijkertijd is het een groep vrienden die goesting hebben om te spelen samen. Ja. Ja, we zijn halverwege nu. Ik wens je nog een prachtige festivaldag en nog twee fijne concerten. Dank je wel.